Nee. Kom. Het ziet er wel lekker uit. En ik heb eindelijk gekocht wat ik wilde kopen. Ik heb deze mooie BH gekocht van Victoria Secret. Ik ga het even voor jullie openmaken. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag. En ik ga vandaag weer naar Amsterdam toe samen met Zoe en Rosa. Want we zitten nu alle drie bij hetzelfde management. En we gaan er gewoon eventjes gezellig lunchen. Even een beetje kletsen. Voor samenwerkingen bespreken. We hadden volgens mij ook een soort Skype gesprek, Zoe en ik, met iemand waar we samenwerking mee hebben. Dus dat is ook leuk. Het is nu 10:55. Ja, 10:55. En ik moet om 11:30 bij Zoe zijn. Dan pakken we daar de auto, halen we Rosa op en dan rijden we door naar Amsterdam. Heel leuk nieuw topje aan die ik afgelopen zaterdag in Antwerpen heb gekocht. Dat heb je in mijn vorige video kunnen zien. Maar ik vind vooral, ik weet niet of je het goed kunt zien, maar de achterkant vind ik echt heel erg leuk. En die heb ik aan met deze broek van de Zara. Het topje is trouwens ook van de Zara. En mijn Jordans, die beetje beige. Ik dacht dat is wel leuk met het topje. En dit kettingje van Chanel. En dan neem ik nog even een tas mee met één outfitje wat ik daar op de foto wil zetten. En mijn Nuno bag. Dacht, dat is wel leuk. Dus ik ga nu mijn spullen pakken en ga ik naar zoiets toe. Die doet niet. Nee, dat was een oude link. Hey. Here we are again. We hebben net een lekker taartje gegeten, een lekker broodje gegeten. Ik ga even snel een fotootje maken met zonnebrillen. Ja, ik ben weer thuis, dat is echt heel erg gezellig. En daar kwamen dus ook twee meiden van Color of Rebel langs om een box te brengen. Ik weet niet of ik dat had gezegd, maar ze kwamen dus een box brengen met allemaal spulletjes erin. Ik zal even snel laten zien wat erin zat. Die box heb ik alleen niet meer, want die kreeg ik niet mee op de scooter. Dus die heb ik bij Zoe laten staan. Maar allemaal leuke dingetjes. Thee. En er zat dus een setje van Starskin in. Met zo'n washandje voor je gezicht. En twee producten. Cleansing balm. En dit is een olie voor je gezicht. Voor je huid. En er zat dus ook koekjes in van het koekenmannetje. En dat schijnt dus echt heel lekker te zijn. Dus ik ga dat nu even proeven. Wil je er ook een koek van Nee. Er zit eentje met witte chocola in en met bruine chocola. Lekker. Dan zaten er nog kaarsen in. Deze twee. Van die kleine balletjes kaarsen, zeg maar. En dan zat er ook nog een nieuw joggingspak in met dit shortje en dan nog dus bijbehorende sweater erbij. Dus dat zat allemaal in het pakket van Color of Rebel. Ik ben echt super bleek. Ik moet echt straks zelf ruiner op doen. Maar mijn vader is nu onderweg hier naartoe. Hij blijft hier eten en gaan we lekker pokeballs stellen. Het is dinsdag. Zoe en ik zijn net bij Sidestep geweest. Ik ga eerst een detailtje maken. Voor de samenwerking, ja. Voor de samenwerking die we hadden. Dus we hebben een paar schoenen opgehaald. En daar gaan we nu nog eventjes een foto mee maken. We zijn nu in de stad. Bij dit mooie gebouw. Dus dat gaan we doen. We hebben lekker weer bagels en beans. Weer hetzelfde als vorige week. Het is vandaag woensdag. En wij hebben vanmorgen al super lekker zelf een club sandwich gemaakt. Of vanmiddag eigenlijk. En we gaan nu koekjes maken. We gaan proberen de koekjes van de Subway na te maken. Die met die raspberry en wit chocola. Maar die gaan we nu dus maken. Daar hebben we allemaal dingen voor gehaald. Bloem hadden we nodig. Bruine suiker. We hadden ook, hier was ook kristalsuiker. Heb je ook nodig. Je had van die chocolate chips nodig. Maar wij wilden ook graag witte chocola. Maar dat hadden ze niet in dit. We hebben gewoon chocola meegenomen. Vanille suiker en bakpoeder. Bakpoeder. En hebben we ook nog frambozen. Dus dat gaan we maken. De volgende stap is: voeg de vanille pudding mix toe en mix in het glad geheel. Voeg daarna de eieren en de vanille extract. Dit ziet er toch heerlijk uit. Oké, we hebben nu 240 gram boter in de pan gedaan. Of in de kom. Dan hebben we 100 gram kristalsuiker erin gedaan. En 90 gram lichte basterdsuiker. Dat hebben we eventjes fijn gekneed tot het er zo uitziet. Ik kan dit echt nu al opeten. Maar we waren dus iets vergeten. Of nou, we hadden iets verkeerds gekocht. We dachten dat we vanille suiker nodig hadden. Maar je hebt dus vanille puddingpoeder nodig. Dus Milan is dat nu even snel halen.
Dan moet de vanillepuddingpoeder erin. Dan moeten er 2 eieren in en vanille-extract. En dan gaan we dat mengen. En dan gaat de bloem erbij. En volgens mij de rest van de dingetjes. En dan kunnen we het echt gaan bakken. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit gaat smaken. Oké, het beslag is nu helemaal gemixt. We hebben de chocola klein gesneden. Dat gaan we er doorheen doen. Deze gaan we er doorheen. En we gaan eventjes de framboos klein snijden. Deze is echt heel groot. We hebben ze eruit gehaald. Alleen is helemaal naar elkaar toe gaan groeien, zeg maar. En het is echt nog best wel zacht. Maar ik denk dat als het even laten liggen, dat het op zich wel harder wordt. Want het voelt wel iets harder aan. Het ziet er wel lekker uit. Het is vandaag donderdag. En ik heb gisteravond een superleuk pakketje binnengekregen van Captain & Sun. Ik mocht er namelijk 3 zonnebrillen en 3 sunnycords uitzoeken. Dus die wilde ik graag eventjes aan jullie laten zien. Ik heb ze al eventjes opengemaakt en ze zijn echt geweldig. Ik ga beginnen met dit model. Ik heb best wel 3 verschillende soorten zonnebrillen uitgekozen. Ik heb niet heel veel zonnebrillen. En de zonnebrillen die ik heb, die zijn vooral hetzelfde. Dus ik ben nu wat voor andere modelletjes gegaan. Alle zonnebrillen zitten ook mooi verpakt in een hoesje. Zodat je de zonnebrillen gewoon veilig kunt meenemen. Dit is de eerste zonnebril. En dit is de bril. Het is een beetje een vierkant model. In een bruin kleurtje. Ik noem dit zelf altijd een beetje een soort van panterprint patroontje, omdat je dus lichtbruin en donkerbruin hebt. Ze hadden deze ook nog in zwart, maar ik vond bij dit model deze wel mooi. Die vierkante zonnebrillen vind ik tegenwoordig echt heel erg leuk. Ik vind het ook leuk als je dan bijvoorbeeld een beetje op je neus draagt. En hij is ook echt helemaal niet zwaar. Soms krijg je natuurlijk best wel last achter je oren. Maar deze voelt echt best wel licht aan. Dus ik denk dat je dat bij deze niet zult hebben. En wat dus leuk is, is dat je er dus ook van die sunnycords bij kan kopen. Ik heb hier deze. Met een mooie soort van schakelketting. Die kan je er dus aan vastmaken. Dit is dan de ketting. En je maakt hem aan je bril vast met deze 2 dingetjes. Ik vind dit zelf altijd heel erg chill wanneer ik bijvoorbeeld ga winkelen. Want dan als je over straat loopt en de zon schijnt, ben je gewoon lekker een zonnebril op. Maar in de winkel vind ik het altijd een beetje gek om zonnebril op te hebben. Dus dan kan je zo'n sunnycord dragen. Zo. En als je dan in de winkel loopt, dan kan je hem gewoon zo afgooien en laten hangen. En ik vind dit ook altijd heel erg leuk voor op festivals. Dus dat is deze. Maar er is een ander die ik nog leuker vind voor op festivals. Die zal ik eventjes laten zien. Maar dit is dus in ieder geval deze bril. Dit is bijvoorbeeld een sunnycord wat ik zou dan weer op een festival of zo zou dragen. Omdat hij van die leuke kwastjes eraan heeft. En dan aan het einde is hij ook weer gewoon met zo'n schakelketting. Maar aan de boven heeft hij dus allemaal van die leuke franjes. Gaan we naar de volgende zonnebril. En dat is deze. Dit is de volgende zonnebril. Ook deze zit weer in zo'n mooie verpakking, dat je hem gewoon onderweg mee kan nemen. Dat de bril verder niet beschadigt. En dat is deze. Ook dit is weer zo'n vierkante bril. Alleen dan net iets anders. Heeft je verder geen randje om de glazen heen. Dit zijn echt alleen de glazen zelf. En zoals je misschien kunt zien, lopen ze ook over van donker naar licht. En dit vind ik dus echt oprecht een heel leuk festivalbril. Zo, om dan op de voorkant van je neus te zetten. Of wel iets hoger. En dan met die leuke sunnycords eraan vast. Die ga ik er eventjes aanmaken. Dit is echt iets wat ik naar een festival zou dragen. Ik vind dit echt heel erg leuk eruit zien. En die bril voelt ook net zoals die andere weer lekker licht aan. Dus het zit niet vervelend op je oren of zo of bij je neus. Dus dat is deze, de tweede zonnebril. En dan de laatste zonnebril en dat is deze. Deze heeft weer een iets ander hoesje. Maar dit is ook een model wat ik nog nooit eerder heb gehad. En in een zwarte kleur. Dat is deze. En deze is een beetje een soort van zo'n cat-eye bril. En deze heb ik dus wel in een zwart kleurtje gekozen. En heeft gouden details hier in de hoek. En aan het einde van het pootje heeft hij dat dus ook. Dit vind ik echt meer een beetje een strandbril of zo. Ik weet niet, ik zou dit denk ik het snelst op het strand dragen. Bij deze bril vind ik het ook mooi dat hij zeg maar zo rondloopt. En dan in zo'n cat-eye lijkt je gezicht altijd iets meer gelift of zo. Maar ik vind het echt een hele mooie bril. Die. En ook daar heb ik weer een sunnycord bij. En dat is deze. Deze heeft allemaal van die mooie balletjes tussen de schakelketting door. Ik zal wel eventjes trouwens laten zien hoe je deze dingen dan bevestigt aan je zonnebril. Kijk, zo zien die ja, soort van rubbertjes eruit. Dat balletje schuif je dan helemaal naar beneden, zodat je een grote opening bij dat rubber hebt. En dan kan je de zonnebril zo door dat rubbertje heen doen. En dan kan je met dat balletje kan je hem weer aantrekken.
zodat hij er niet van afvalt. En heb je ook bij deze bril een leuk sunny quartz erbij. Dit waren dan de 3 sunny quartz en de 3 zonnebrillen die ik van Captain & Sun heb mogen ontvangen. Ik zal linkjes van de items wel eventjes in de beschrijving zetten als jullie ook geïnteresseerd zijn. Ik heb eerlijk gezegd nog nooit eerder zonnebrillen van Captain & Sun gehad. Maar ik hoor er wel altijd hele goede verhalen over, dus ik ben er heel benieuwd naar. En ik zal jullie in de weekvlogs een beetje op de hoogte houden wat ik van de zonnebrillen vind. Verder vandaag ga ik best wel wat dingetjes, of nou niet heel veel doen eigenlijk. Maar Rowan die komt strakjes om 1 uur. En dan rond 3:15 moet ze weer terug, want ze heeft weer gewoon les. Dat is een soort van tussenuren, het is er les door. Gaan we eventjes lekker hier een broodje eten. En dan daarna ga ik met Zoe, Dagmar een keer, gaan we naar Hollywood Drive-Thru in Rotterdam. Daar heb ik ook super veel zin in, daar ben ik nog nooit geweest. Dagmar en Zoe zijn er wel al geweest. Dus ik ben echt heel erg benieuwd, zij vond het echt heel lekker. Ik heb het hele huis heb ik al opgeruimd. Ja, nu moet ik deze rotzooi even opruimen, natuurlijk van Captain & Sun. Maar ik zal het eventjes laten zien. Ik heb weer lekker dit helemaal schoongemaakt. We hadden hier natuurlijk eerst onze wijnkoelkast staan. Maar die heb ik nu daar naast de bank gezet. Ik dacht, dat is misschien ook wel leuk. Ik moet alleen al dit karton even weggooien. We krijgen zoveel karton in de week, dat is echt niet oké. Maar lekker gedweld heb ik met onze nieuwe dwel van de Action die jullie vorige week hebben kunnen zien. De keuken is weer lekker schoon. En dit zijn trouwens de koekjes die Milan en ik gisteren gemaakt hadden. Ze waren uiteindelijk echt best wel lekker. Ja, je kan het niet echt goed zien. Ze waren uiteindelijk echt best wel lekker. Dus zeker een aanrader. Ik zal de website waar wij dat recept hadden gevonden wel eventjes in de beschrijving zetten. En ik heb ook mijn kamer een beetje opgeruimd. Maar ik ga denk morgen mijn kamer helemaal even goed opruimen. Echt dweilen en stofzuigen. Dat heb ik nu alleen in het huis zelf gedaan. En ik wil dit gewoon allemaal eventjes, dat het gewoon helemaal mooi en strak en klaar is en zo. Maar daar heb ik nu niet echt tijd voor. Want ik ga nog eventjes boodschappen doen. Ik wil dat karton weggooien. En ik moet nog eventjes wat voor een samenwerking doen. Dus ja. Ik ben eventjes naar de Albert Heijn geweest. Om een lekkere ding te met onze boom straks komt. Ik wil graag even zien. Dit. Gewoon zo'n soort van borrel dingetje. Met allemaal lekkere worstjes. Eigenlijk is het voor kwaas. Maar ik dacht, ik vind het wel lekker. Dubbel fris. Dan moet ik eventjes wat broodjes gehaald die we kunnen eten. En wat smeers, zoals ik heb eiersalade, kipcurrysalade en filet met uitjes. Ik denk dat ze dat wel lekker moet vinden. Ik ga nu eventjes het vuilnis buiten weggooien en dan kan Ro eigenlijk ieder moment komen. Oh, wat erg. Dat iemand dat zo durft, hè? Ik snap het niet. Look who's here! Hallo! Oké, Rowan is echt net weg. En wij gaan nu met de auto van Dagmar. Dagmar gaat rijden. Gaan we Keir en Zoe ophalen. En dan gaan we dus naar die Hollywood Drive True in Rotterdam. Het is in Rotterdam, toch? Ja. Ja, in Rotterdam. Dus ik heb even een heel chill auto-outfitje aangedaan. Trui van Essentials. Ik draag hem echt niet zoveel. Ik moet hem echt vaker dragen. Met mijn Nuno bag. En deze broek is van Colour for Rebel. Met een triple S eronder. Nou. Aankomen bij de Hollywood Drive-Thru. En jullie? Lekker? Ik ga nu proeven. Ja. Maar heel erg. Als jullie. Oh, ga je dit eten ook dan? Oké, wacht even die eieren eraf. Vind je dat niet lekker? Nee, niet. Nou, niet zoveel. Maar ik vind het echt heerlijk. Ik ook echt. Heerly. Je kaas ook erop. Oh, ja, nu zie je dat er kaas op zat. Lekker. Het is wel zeg maar vreselijk eten. Oh. Dan ga ik hier zo'n hele grote hap brood en heb precies geen worst. Ja. Oh mijn god, dat was in de video met Zoe ook al zo erg. Ik vind deze mosterd wel lekker. Beetje zoete mosterd of zo. Ja. Nou, wel lekker. Ik heb even gedaan. Ook kouder dan uien. Niet lekker. Uien. Heel van. Ja, maar kijk hoe lang dit is. Ik ga even een frietje proeven. Ik kan niet eten. Ik val een dubbel. Zo is lekker. Ja,
Dat is heel lekker. Ik heb geen mayo en ketchup gekregen. Ja, wel staat hier. Maar anders eten we eerst het broodje op en dan kunnen we daarna dit ook zo in het midden vast. Er zit mosterd op mijn trui. Ja. Mosterd is heel slecht. En kleding. Ja, ik had het toen in die witte broek ook. Ja, dit is een essentiestruik. Ja. Ja, maar ja, het gaat eruit denk ik. Het is niet heel veel. Thuis gelijk in de was dan. Ja. Dat maar de hele mond zich ja, ik kan gewoon niet eten. Ik heb hem al op. Echt? Ja, bijna. Ik ben pas op de hel. Maar ik begon ook wel laat. Ik heb alles weer af aan het halen. Er zit wel nog één van zijn. Oh. Ja, ik had wel uithalen. Doe maar een kleurde tasje anders. Ga je dit voorzetten? Mogen wij de nachos of de patat? Ja, wat ben je nu? Patat. Ja. En dan de mayo, ketchup. Jullie beerlies. Je kan weer niet pakken. Nee. Ik kon zuiver met haar piri piri. Ken je dat niet? Je kunt spieren. Ja, ik weet wel wat het is. Maar ik zei heerly peerly. Ik maak jouw spieren. Wil je een nacho? Ja. Maar wacht. We hebben guacamole. Ja, ik weet het. Hoe wil je dat zijn? Guacamole. Wacht, we hebben guacamole. De tattoo kleur. Van de week toen... Ik had het erover dat, zeg maar, ik doe Mie als schoon specialistje in dus haar. Dus ik zei, ik ben een dotenpot. Maar ik kwam er wel voor ongeluk zo uit. Ik zei, ben jouw dotenpot? Je hebt af en toe zo van die achterlijke dingen. Nu toe vond ik de hotdog de beste. Ja. Ik vind die netjes ook wel appetijtelijk. Ja, die zijn lekker. Bij deze patat was zo moeilijk pakken. Pakken! Ze zijn zo slap. Ja, ze zijn heel slap. Zit je ook naar mij te kijken in het raampje? Ja. Ik kon het niet zien of je nou terugkeek. Ja, ik heb nou wel erg genoeg mezelf gezien in deze koek. Oh, wacht, ik zal nog wel even filmen hoe ze er allemaal uitzien. Het is allemaal lekker op. Ja. Nou, dit zijn de nachos. Sorry. Zo! Kirsten! Echt heel hard. Kirsten. Het ziet er niet meer uit, Nou, wel een beetje. En dit is de guacamole. Sorry. Keer. Wow, die zijn ook echt hard. Dat komt door het cola. Het is vandaag zaterdag en wij gaan naar Amsterdam toe. We hebben er allemaal winkelafspraken gemaakt. Zodat we lekker een soort van dagje kunnen winkelen. We gaan naar de Bershka Bijenkorf, want ik wil er eindelijk iets kopen. Ik heb ook al mijn Bijenkorf cadeaubonnen mee die ik van mijn vriendinnen en zo voor mijn verjaardag had gekregen. Die ik ook eindelijk gebruiken. Stradine, Zara sowieso nog naartoe. En Stradivarius, ligt er even aan. Ik ben terug uit Amsterdam en ik heb eindelijk gekocht wat ik wilde kopen. Ik ga het eventjes aan jullie laten zien. Dat is leuk. En ik heb ook nog twee dingetjes bij de Zara gekocht. Ik had echt superveel dingen... Blijf dit staan. Maar ik had heel veel dingen opgeslagen in de Zara app wat ik wilde hebben. Maar ze had het gewoon niet. Maar bij de Zara heb ik... Deze broek. Oh, hij lijkt wel heel oranje. Maar het is een beetje... Maar op beeld lijkt hij heel oranje. Kijk. Dag maar hier. Oh ja. Zie je? Het is meer een beetje roest of zo. Beetje bruin roestachtig. Ja, een beetje een roestkleurtje. Ja, maar ik ga hem zo meteen even passen. Want ik heb hem nog niet gepast. Deze heb ik in een XS. Dat was 26 euro. Ja, ga maar ook zo meteen. Dan heb ik nog een topje. En ik denk dat heel veel mensen deze heel oudbollig vinden. Maar ik vind hem dus best wel leuk. Voor de zomer met een witte broek of zo. Ja. Dat is dit topje. Ook. Of shorter, die ander ook. En deze heb ik in een S en dat is ook 26 euro. Mijn camera is bijna leeg. Ga je maar eerst.
Oh, ik heb dus... Dagmar is wel ergens anders heen geweest. Ja, ik ben naar Leidse Haag geweest. Ik heb deze mooie BH gekocht van Victoria's Secret. Secret! Kijk, sexy. Ik wilde eigenlijk een andere, maar die hadden zien we er niet aan. En dan nog 3 onderbroeken. 3 voor 40 euro of zo. Ik denk, nou ja, dat is gek. Dat is wel veel. Ja, maar het is wel mooi aan de achterkant. Dat is ook wel duur, maar ik dacht, ja, die is gek. Doe is gek. Bijna jaren. Bijna jaren, mezelf verwennen. Maar die past wel mooi bij elkaar. Ja, daarom had ik het. Leuk. Deze is lila. Komt niet heel goed over op beeld, maar hij is echt lila. Oh ja. En dan even lekker ordinair tijgerprint. Ja, dat vind ik gewoon heerlijk. Maar de elastiek is wel lekker. Ja. Welke maat is dat? Volgens mij een S. Staat er een beetje een L. Oh ja, S. Oh ja, zo. Nou, dat was het. Oké. Okay. Nou, nu moet jij een grote. Ja. Ik heb dus iets gekocht wat ik al heel lang wilde. En voor de mensen die wel vaker mijn weekvlogs kijken, die weten dat ik van mijn vriendinnen voor mijn verjaardag cadeaubonnen had gevraagd. En ik had van mijn opa en oma ook geld gekregen voor mijn verjaardag. Dus heb ik dat daarvan gekocht. Zodat, zeg maar, ja, ik vind het gewoon leuk als sieraden een soort van aandenken geven aan iemand. Dus dit doet me dan denken aan vriendinnen en aan mijn opa en oma. Dat ik dat van hun heb gekregen. Ik ga het even voor jullie openmaken. Als ik hem open krijg. Het ruikt ook lekker. Ja, dat denk ik. Kijk maar. Tadaan. Het is de Dior Choker Ketting. Ik heb voor de kerst heb ik de ring ervan gekregen. Deze. Van mijn ouders. Die. En nu heb ik de bijpassende ketting erbij. Ik wilde deze echt al zo lang, maar hij is gewoon fucking duur. Het is gewoon intens eigenlijk. Gewoon niet normaal. Maar nu omdat ik dan die cadeaubonnen had en ik had geld gekregen van mijn opa en oma, dacht ik van oké, dan vind ik het wel leuk om hem te kopen. En dan doe ik me daar aan denken, zeg maar. Kijk. Ik vind het ook wel leuk met die ketting eronder zo. Heel leuk, zeg. Dus chic de vriendbal. Dus deze heb ik gekocht en daar ben ik heel erg blij mee. En we gaan nu lekker bitter garnituurtje eten. De Zamibo. Een Zamibo. Zal ik hem iets minder over belicht zetten? Ja. Ja. Maakt niet uit. In dit huis mag alles. Alles. Bijna alles gedaan en gezegd. Nou, bijna alles wel. Ja, dat is waar. Ik moet even dat spiegeltje, want dan scheelt. Nou, ja, jongens. Ik moet natuurlijk in de camera kijken. Ik kijk ook naar mezelf. Het is echt erg. Echt veel zelfgeul. Ik probeer een video. Sorry hoor. Nou, hoi. Zoals jullie misschien wel weten, ik ben Dagmar. En ik ga me opmaken en dat ga ik met jullie doen. Want Fleur had gevraagd of ik dat wilde doen. Nou, dan doe ik dat natuurlijk. Knip. Wat vind je van die mascara? Nieuwe. Ja, die is echt tante. Ik ook wat je. Deze? Wat? Tante. Die is echt tante. Deze is echt heel erg chill. Ik zal zo meteen wel laten zien. Jij staat niet scherp. Hoe ligt dat aan mij? Ik kan zo weer nu niet appen van... Oh ja, moet ik er nog van een topje aan? Ja. Oké. Wat? Nou, Zoe heeft ook zo'n topje als dit. Dus ik kan zo even niet hebben. Nee, ik denk dat zij helemaal... Ik denk dat ze iets nieuws aantrekt wat ze vandaag heeft gekocht. Oh ja, dat kan. Als ze iets heeft gekocht. Ik ga eerst even laten zien wat ik aan heb. En mijn grond dicht. Oh, ik kan je wel filmen dan. Vandaag... Hallo, oh, ik ga me niet terug. Oh, wacht. Dan kan je het zelf zien. Vandaag doe ik deze top aan van Fleur. En deze broek aan van Fleur. Allebei van Naked. Allebei van Naked. En mijn haar ga ik krullen. Ik zit nu in een klem. En mijn make-up ga ik gewoon een mooie basis doen. En een eyelinertje. Dus het wordt een simpel rokje. Ik ga eerst een make-up hebben. Ik ga eerst even de regenschaar over mijn nek. Ja, nu staat hij op je hoofd zwaar gesteld. Oké, dit is goed. Why tell me? Dit is wel kut. We kunnen van de week wel een Get Ready With Us maken met z'n vieren. Yeah, als we de dag van verjaardag hebben zaterdag. Waar is die promover? Die lag net hier. Die had ik echt hier neergelegd. Ja. Oh. Hier zie ik. Nou, nu kunnen we echt eindelijk beginnen. Ik heb echt een gepoederd hoofd. Oh, yo. Doe er een settingspray erover. Ja, dat is moet een beetje settingspray inderdaad. Ik ga sick. Heb ik al gedaan. Oké. Okay. Jullie twee. Jullie twee. Maar boeien.
Boeit me eigenlijk op, hè, Lou. Maar dit is geen waterproof mascara, toch? Nee, maar het gaat wel tering moeilijk af. Ja. Dat vind ik ook. Ik heb namelijk echt een hele vette huid. Als... Maar ik zal voor jullie nog even extra stressvoer doen. Keer je lul door erheen. Oh. Sorry, ik vergeet heel vaak dat jij dat zit te doen. Oh, jullie... Ik denk, ze praat dit ook. Ik vind het heel grappig. Als jullie tips hebben... Twee keer... Zet er maar een biertje onder. Als jullie tips hebben voor een vette huid. Dit is Dagmar Make-up Before. Ik heb een heel klein beetje foundation. Ja jongens, ze wilde per se vroeg kijken, dus ik kan helaas niet je make-up tutorial doen. Maar duimpje omhoog als jullie een keertje een aparte video van Dagmar willen. Ja, dat doe ik, dat is wel voor jullie. Oké. Ja. Nou, jongens. Hoe mooi is dit? Dit is de uiteindelijke look. Gewoon een eyelinertje. Mijn haren gekruld. Vond ik wel leuk. Dat is echt mijn nieuwe ding. En dan die outfit, maar die hadden jullie al gezien. Dus buikje in, want kijk even. Maar ja, we gaan er weer voor. Lekker met de meiden. Oké, ik ga nu snel naar Milan toe. Ik heb lekker hier gegeten met die meiden. Het is 9:10 en ik moet een beetje opschieten, want ik ga dit bij Mews slepen. Dus ongeveer 10 minuutjes rijden en het is natuurlijk avondklok. En ik heb een nieuwe ketting om. Ik ben er zo intens blij mee. Voor de mensen die mij kennen of wel vaker mijn video's hebben gezien, weten dat ik deze echt al heel erg lang wil. En ik heb hem eindelijk. En ik heb echt gewoon een hele simpele outfit aan. Ik heb deze trui aan van Alice Label. En zo'n broek van Colorful Rebel en gewoon deze schoenen. Ik ben helemaal vergeten een eind te maken aan deze weekvlog. Dus dat doe ik bij deze eventjes. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je hem nou leuk? Doe dan een duimpje omhoog. En vergeet je ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal en me te volgen op Instagram. En dan zie ik jullie in de volgende weekvlog weer.